Het staat er echt. Iedere moeder moet haar kind kunnen begraven, maar ik niet. Er is hier niemand die weet wie ik eigenlijk ben, of beter, wie ik was. Ik was namelijk Geertruid van Vlierde, tellig van een zeer rijke katholieke familie. Mijn vader was verantwoordelijk voor de financiën van de stad. Mijn oom was priester aan de Sint-Jan. En mijn broer zat in het stadsbestuur en is nu nog lid van de Lieve Vrouwenbroederschap. Maar omdat ik getrouwd ben met Hendrik, een protestant, mogen we de stad niet meer in. De protestanten maakten alles kapot en namen het bestuur van de stad over. Hendrik was één van hen. Ik schaamde me dood. En na het zoveelste oproer moest Hendrik vluchten. De katholieken pakten de macht terug. Maar ik bleef bij mijn man. Hendrik zit nu hier in het bestuur. Hij mist niets. Maar ik wel. Ik mis mijn stad. En ik mag mijn eigen dochter niet eens begraven.